fucking blij nu op dit moment. But if you close your eyes. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag zaterdag en het is zaterdag 1 juli. Dus je hebt nu rond een uur of 1 uur. Ik heb me helemaal omgekleed. Zoals je kan zien, ik heb dit aan. Dus ik ga het even laten zien. Ik heb de weekend trui aan die jullie in de shop nog hebben gezien. Mijn broek komt van Bershka. Schoenen komen ook van de Bershka. En ik ga even mijn telefoon pakken. Mijn H2O. Het is nu 12:53, sorry. En ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen mijn moeder K en mijn opa gaan naar de stad. En gaan we even dingetjes doen. En dan gaan we daarna ook nog naar de Beestenmarkt. Dat is zeg maar een soort van waar allemaal cafeetjes zitten en zo in Delft. Super leuk. Dus ik ga jullie aankomend weekend lekker gezellig meenemen. En vanaf vandaag komen er zeg maar. Wat brabbel ik. Misschien vanaf nu komen er alleen maar weekendvlogs online. En af en toe, als ik iets leuks ga doen, een losse vlog. Maar niet meer een weekvlog, omdat het gewoon zoveel energie voor mij was. En, maar dat leg ik wel een keer uit in een andere soort video. Wat gaat er veranderen op mijn kanaal? Dit dus. En ik ga jullie gezellig weer een heel weekendje meenemen. Dus let's go, we gaan. Dus, gaan jullie mee? Let's go. Ben ik alweer een tijdje thuis. Het was super gezellig in de stad. Misschien met oom, mijn opa, K en met mijn moeder. Ik heb ook wat dingetjes gekocht en dat wil ik jullie nu laten zien. Het is niet zoveel voor een shopblog, maar wel de moeite waard. Dus die ga ik jullie even nu laten zien. Kocht, maar ik ben bij twee winkels geweest. En dat zijn de Kruidvat en de H&M. En laat ik beginnen bij de Kruidvat. Als eerst heb ik bij de Kruidvat nieuwe oordopjes gehaald voor mijn telefoon. En deze zijn goud. En zoals je weet heb ik ook een gouden iPhone. Kijk maar. Goud. En ik vond het contrast hiervan wel echt heel dope. Dus die heb ik gekocht. En die oordopjes waren maar 4 euro. En dan heb ik een pak Oreo gekocht. Ik hou van Oreo. En hier zitten 36 Oreo's in voor maar 2,50. Dus die kon ik ook zeker niet laten liggen. Dus ik was bij de Kruidvat 6,50 kwijt. Dus en toen ging ik naar het restaurantje. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de vlog. Toen ging ik pannenkoek eten. Super leuk. En toen ging ik naar de H&M. Want ik had die super tof gezien. Ik wilde heel graag dat bomberjackje van The Weeknd. Ik heb 3 sweaters van The Weeknd. En die vond ik heel erg gaaf. En ik wilde het jasje ook best wel lang hebben. Maar hij was er steeds niet. En in mijn maat. En toen ging ik naar de H&M. En toen ging ik een beetje bij de jasjes kijken en zo. En toen zag ik hem in mijn maat. Dus ik heb hem zeg maar gekocht. Zo ziet hij eruit. Hij is gewoon. Hij komt niet heel goed over op camera. Maar hij is een beetje. Beige-achtig. En dan staat hier het logo van The Weeknd. Niet scherp. Oké, nu ben ik scherp. En dit is de achterkant. Er staat heel goed op XO. En die vond ik super leuk. En deze was maar 12 euro. En jullie horen misschien muziek. Ik weet niet zeker hoor maar. Maar de overburen hebben een feestje, dus negeer dat. Maar deze jasje was dus 12 euro.
er was een spring icoon bij de weekend. Dus dit was alles wat ik heb gekocht in Delft. En ik ga lekker deze weekend, niet weekendvlog afsluiten, maar ik bedoel deze dag afsluiten. En ja, dan spreek ik jullie morgen weer. En morgen is het zondag en ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar dat gaan jullie zien in deze weekendvlog. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag zondag 2 juli, volgens mij. Ja, het is nu 2 juli. Het is nu rond 15:53. En ik begin nu pas de vlog. Ik ga zo meteen namelijk eventjes met mijn moeder en K naar een winkel voor onze hond, zeg maar, om botjes en zo te halen. Super zin in. En daarna gaan we naar Rotterdam. Super zin in. En dit is mijn outfit. Ik ben er best wel echt blij mee. Deze truikel van de H&M by the weekend. En deze hebben jullie kunnen zien in de shoplog die afgelopen maandag online is gekomen, is vorige week. De broek is van de Bershka. En ik heb er eens een keer fans aan gedaan. Want ik loop al serieus best wel lang, een weekje, elke dag op deze schoenen. Maar ik vind het tijd voor even wat variatie. Dus ik dacht, ik trek mijn fans er even aan. Ja. Ook vind ik het echt jammer, want de bodyguard, als je deze vlog ziet, stopt de bodyguard over 2 weken. En dat is echt kut. En ik wil heel graag nog een keer naar de bodyguard. En de bodyguard is nu nog maar 12,75 voor 4 drank. Dus misschien ga ik aankomende week nog wel even 1 keer. Maar omdat ik zo graag Romy nog een keer wil zien, spelen. Dus ik moet even iemand vinden die dan met me mee wil. Dus daar ga ik even nog iemand voor zoeken. En mensen erover appen en zo. En ja, ik ga zo meteen weg en ik neem jullie weer mee. En veel kijkplezier nog. En ik neem mijn oortjes ook lekker mee. Tot ons, let's go. De planning is een beetje gewijzigd. Ik ga niet meer naar Rotterdam. Maar mijn ouders wel, maar ik niet meer. Dus ik moet nog best wel veel doen voor ja, mijn kamer. Want mijn kamer is best wel een troep. En ik wil dat even op gaan ruimen. Maar ik ben zo excited. Want ik heb zojuist... Ga ik, als je deze vlog ziet, is het woensdag. En ik ga morgen naar de bodyguard! Ik ga morgen weer naar de bodyguard! Oké, voor mij is het dus niet morgen, maar donderdag. Maar voor jullie is het wel morgen dat ik naar de bodyguard ga. Ik heb er zoveel zin in! Dus dat ga ik ook lekker vloggen voor ja, een losse vlog. En super veel zin in. En oh my god, ik ben zo fucking blij nu op dit moment dat ik naar de bodyguard ga. Super veel zin in. Ik zit ook met Jameera te appen erover de hele tijd, want ik ga samen met Jameer. Jameer houdt er nooit van, maar ik heb hem al gezien vorig jaar. En ik vond hem zo gaaf, de musical. En dat ik er nu weer heen ga. Een jaar later. En ik moet wel gaan, want de show duurt serieus nog maar 2 weken. En dan is die afgelopen en dan komt hij ook niet meer terug. Dus ik ben wel echt onwijs blij. Dus dat wilde ik even vertellen. En ja, het blije is ook dat we dan Romy hebben. Dus ja, het is echt super fijn. Het is echt super chill. Ik heb er zin in. Love it. Super zin in. Dus ik spreek jullie zo weer, want ik ga even mijn kamer opruimen en dan alvast deze vlog exporteren, of importeren en alvast een beetje monteren en dan ja, spreken jullie zo weer. Als je kan zien, lig ik in bed, niet in bed, maar op bed en ik ben al een uur en 15 minuten of zo, nee, ik lieg. Een uur en 7 minuten aan het facetimen met... Die loopt vast. Met Jameera. Ik heb juist net bestaan. En we gaan donderdag gaan we naar de bodyguard. Super zin in. Echt super zin in. Jameera houdt nooit van musicals.
Maar voor deze keer maakten ze een uitzondering. Onder mijn moeder. Haar moeder heeft haar overgehaald. Dus. Yay! Echt kapot slecht. Het is kapot lekker weer en ik ben nog in 1 minuut buiten geweest. Nee, nou, lekker belangrijk. Trouwens, ik denk dat heel veel mensen het al weten. Maar, hoe heet dat? Vanaf nu komen er alleen maar gewoon lekker losse vlogs online. Af en toe, want ik heb niet zo heel veel zin om heel mijn dag weer te filmen en zo. Heel mijn week, sorry. Maar wel mijn dag, maar gewoon niet de hele week. Dus vanaf nu komen er af en toe wat losse vlogs online. En ik ga natuurlijk ook donderdag vloggen, want dan gaan we eerst naar Utrecht. En dan daarna gaan we naar de bodyguard zelf. Dus dat is leuk. En we hebben kapot goede plekken. Dan hoort Jamira nu ja te zeggen. Ja. Ja. En nee, we zitten eigenlijk redelijk goed. En het wordt echt heel gezellig. Dus lekker gewoon af en toe een vlogje. En misschien plak ik ook af en toe 2 dagen wel lekker samen. Zoals nu. En dat moet wel goed gaan toch. Dus ik ben alweer 3 minuten bijna lullen. Tegen jullie. Dus. Ja, ik ga zo meteen lekker eten. Lekker lasagne, denk ik. Maar ik ga sowieso een screenshot maken. Boeiend. Dus ja, ik ga even lekker verder FaceTime met je meer. En dan ga ik daarna heerlijk mijn lasagne eten. En vanavond Raking the Stars kijken met Kai. Dus. Als je kan zien, sta ik nu in de badkamer. Ik ga zo meteen lekker de bad vullen en lekker in bad. Super veel zin in. Dus ik heb ook zin in de bodyguard. En daar heb ik ook super veel zin in. En zo zien jullie mijn trui trouwens beter. Deze trui heb ik bij de H&M gekocht in samenwerking bij The Weeknd. En ik heb ook een super leuk jasje, maar dat hebben jullie ook kunnen zien in deze vlog. Ik ga lekker het bad vullen. Het is trouwens echt best wel lekker weer nog, maar ik heb het een beetje koud, dus ik ga heerlijk in bad zitten en lekker even ontspannen. En dan ja, spreek ik jullie zo weer, dus tot zo guys. Dan ben ik al uit bad en ik ben de vlog aan het monteren hier zo, kijk. Super dope. En ik ben het helemaal vergeten te vertellen, maar ik heb dus een nieuw intro. En die hebben jullie hiervoor kunnen zien. Hij is super gaaf geworden. Ik moet hem zeg maar nog wel een soort van bewerken. Met een leuk muziekje eronder, maar dat ga ik zo meteen doen. Dus dat ga ik zo ook even lekker doen. Even lekker experimenteren met muziek. Omdat ik gewoon het oude intro ben ik best wel zat. Het was zo simpel en dit keer is het echt vrolijk en ook leuk voor de zomer. Echt met leuke kleurtjes en zo, echt super tof. En ik ga lekker ook bij deze ook de weekend vlog afsluiten. Ik had het echt naar mijn zin het afgelopen weekend. Dus ik heb super veel leuke dingen gedaan. En natuurlijk donderdag de bodyguard, super zin in. Ik ben nu de vlog aan het monteren. En ik hoor heel de tijd alleen maar bodyguard, zin in de bodyguard, zin in de bodyguard, zin in de bodyguard. Ik moet echt mee ophouden. Dus ik ga zo meteen ook naar beneden om Raking the Stars te kijken. En dan ga ik lekker de weekvlog. Ik ben nog zo in het ritme van de weekvlog. Ik ga lekker de weekendvlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Voor deze vlog nou leuk, doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. Vergeet me niet te volgen op social media. Twitter, Instagram en Snapchat. Dat zal allemaal in de beschrijving staan. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dus tot de volgende video. Doei!